De Nationale Assemblée heeft afgelopen vrijdag de wet Constitutioneel Hof met 28 algemene stemmen aangenomen. De oppositie is uit onvrede voor de stemming de zaal uitgelopen. Het Constitutioneel Hof is een centraal rechtscollege dat uitspraken doet over de grondwettelijkheid van de wetten of andere wetskrachtige normen en verdragen. Het doel van dit wetsontwerp is om invulling te geven aan artikel 144 van de Grondwet, dat nadere regels voorschrijft voor de samenstelling, inrichting en werkwijze van het Hof. Ook stelt het de rechtsgevolgen van beslissingen van het Constitutioneel Hof vast. De wet is behandeld met spreektijdbeperking, waarbij de derde ronde voor de commissie tot grote ontevredenheid van de oppositie niet is gehouden. De oppositie heeft daarom niet gestemd. Voorzitter van de commissie, Melvin Bouwva, merkte op dat er lang gesproken is over de wet die nu eindelijk is goedgekeurd. Wat ik heb besloten in het parlement om daar een oordeel over uit te spreken. Wat ik als bestuursbesluit heb laten uitgaan om daar ook een oordeel over te laten uitspreken. De mannen bij Wanasani. Op een volgende regering wilden het niet, maar wij hebben te gehoorzamen aan de grondwet. Niet alleen in de formulering, in de aanscherping van de wet, hebben wij voor te zorgen dat er een goede balans is tussen de verschillende instanties, tussen de verschillende colleges, zodat die balans kan zorgen voor een gezonde rechtsstaat. Dat is waarover we voor moeten doen. Dus als u mij vraagt naar de evaluatie, zeg ik ja, wij zullen het moeten evalueren, want de balans moet duidelijk zijn. Niemand is baas van niemand in formele zin. In informele zin heb je dat sommigen dat zeggen of willen laten blijken. Het parlement is wel het hoogste college van staat, dat blijft. Maar ik wil het voorstel van een lid aannemen, dat wel ook doorgeleiden ter overweging van de regering. Lid van de commissie van rapporteurs, Aziz Kumar Gayadin, zei tijdens het betoog dat volgens zijn informatie president Desi Bouterse de coalitie heeft gedwongen de wet door te drukken in de Nationale Assemblée. Vicepresident Ashwin Adin diende hem van repliek. Waar het om gaat, en daar gaat het om. Wanneer het gaat om, als ik hier stel dat opdracht wordt gegeven. En voorzitter, we zijn in een klein gemeenschap. En de spreker hoeft zich niet druk te maken. Ik bedoel, wat informatievoorziening, daar ben ik goed voorzien. En wanneer mensen daar ingepompt worden, dat zij, als ze dat niet doen, u hebt gevraagd, als ze dat niet doen, dat ze hun plaats op hun lijst zullen zien. Nee, weet u voorzitter, het bevreemt me natuurlijk dat het lid uit het niets een beschuldigende uitlating doet naar de president. Helemaal niet gefundeerd, maar oké, hij heeft de vrijheid, begrijpen we dat, dat is geen punt. Maar dan nog een geduchte niet van respect. We hebben als u in een formatie bent, dat ik heb het vanmorgen ook gezegd, heel groot. Heel veel management en heel veel werk doet, dan kan ik begrijpen dat vanuit een kleinere constellatie van waar u misschien komt, dat de cultuur is. Maar ik ga u zeggen, de cultuur in een volwassen politieke setting is het ook niet netjes op de wijze hoe u het gebracht heeft. Maar ik zeg, we hebben respect voor het staatshoofd als staatshoofd. De prioriteiten worden door de regering bepaald. Niet alleen de president die bepaalt het beleid overal. Wij voeren het uit. Maar ook het beleid op dat die niveaus gebeuren. Elke dag in de RVM. Er worden wetten, er worden ministers die nieuwe wetten voorstellen. Het beleid wordt gemaakt. Hoe komt het lid erbij dat de president in bedreigende toon mensen van, zij het partij, van de regering dingen zou opleggen? Ik zou vragen dat als dat soort beschuldigingen verregaande uitspraken niet te doen, of met zij verregaande bewijzen heeft daarvoor.
Vicepresident Ashwin Adin afgelopen vrijdag in de Nationale Assemblée. De wet Constitutioneel Hof is aangenomen met 28 algemene stemmen. De oppositie stemde niet tegen, maar verliet de zaal voor de stemming.